Waarbij kunt je kitsch? Zo, Paul, wat heb jij meegenomen? Nee. Een deacon. Ja. Ja, die stond ergens. Nee. Waarbij professie, mijn Paul. Ik ben zo. Ja, we zeiden eigenlijk net voor die grap, dit is een fles wat we allebei gewoon hadden willen kopen, gewoon voor de Gewoon voor fles. fles. Ja, Sovereign Brands, nooit van gehoord. Die schijnen een of andere sparkling wine te hebben, Luc Belair, zoiets. Oh ja. Ja, een rumsoort en een cognac. Ik ben even kwijt wat de merken zijn, ik zet wel onder in beeld, zoiets straks even op. Dit wordt ja, een beetje gepromoot als een premium blend. Met onder andere Islay en Speyside whiskies. Wel weer interessant. Dus ja, een lekker peated geturfde van Islay. En met een kamferrookje van Speyside hebben ze over. Dus dubbel rook, maar dan twee verschillende soorten rook. Wat ik jou dus net zei, ik heb de fles dus niet gekocht omdat er een bepaalde internet site was die hem adverteerde op dat de Deacon en dan als maker Glentelic. En ik denk, nou, die fles is mooi, maar dan hoef ik hem niet per se. Ja. Maar dat is dus gewoon niet zo. Of ja, dan moet een of andere. Ja, dat schijnt toch niet. Ja, de Deacon. Ja, hier staat eigenlijk een pestdokter, een pleegdokter. Maar de Deacon is eigenlijk een handelaar. Hoe zeggen ze dat nou? En een bedreven en welbekwaamde handelaar. Dus iemand die wel weet, ja, is de meeste handelaar. Dus wel iemand die weet waar die is. En dit beeldnis, dat hoort er ook bij. Maar ik heb andere gedachten bij. Ik denk inderdaad, wat sommigen denken, een pestdokter, een pleegdokter. We zitten nog steeds aan de 40%. Maar dat gaat straks wel veranderen. En nu komt het. Schroef. Dat is een keurig. Ja? Oh, mooi. Het is een buttplug. Klein synthetisch. Keurigje. Dat is echt wel een cool fles. Ja. Ja, je zou bijna zeggen dat het van metaal gemaakt is, maar het is. Ja, nee, dit is. Dat klutst niet. Echt klaar. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar het zou me niet verbazen. Een gekke. Ik rook even stiekem eraan. Ik haal wel iets van Ida uit. Ja, nee, 100%. Maar dat kamfeerrook zit ook aan. Nee, ja. Ze hebben niet. Wij weten niet wat van Ida daarin zit. Nee, zover ben ik nog niet gekomen. Ik ga eens even kijken voor wat het is en ga dan verder huiswerk doen. Een beetje Lafroig vibe. Maar ik denk dat. Ja, Lafroig is dat zoetere turfpiet. Een dus beetje en niet hartig, zeg maar. Nee. Het is geen hartige turf. Nee, het is een zoete turf, waarom met een beetje een aardse ondertoon. Ja, ja. Maar het rook is wel heel zacht en dat kamfeerrook pik ik ook wel een beetje op. Maar het Islay turfrook, dat heeft wel de hoofdrol, zeg maar. Ja, ik heb gelijk koekjes. Die lekkere havermout graankoekjes. Zoiets. Ja. Met turf. Ja. Maar het is zoet hoor. Ik vind het wel heel interessant ruiken, maar dat komt waarschijnlijk ook dat er een beetje turf in zit, maar. Er zit ook zoete citrus op. En dan heb ik het niet over dat de citrus zelf zoet is, maar dat citrus wat ze zoet gemaakt hebben, is kandijzen. Ja. Citrus. Ja, ja. Weet je dat
Ook als bij Turks fruit, dat fruit wordt met suiker kan bij, dat. Ja. Ja, kan ik wel mee, ja. En ik denk nu vooral een combinatie van citroen en sinaas, maar voornamelijk sinaas. Sinaas heeft al de overhand. Overhand. Slaantje. Apart. Nee? Fruitcake. Oké. Nee. Fruitcake? Er zit echt degelijk turf op. Waar ik eerst een dag was, ik heb van die zachte graankoekjes met zo'n beetje een chocoladeetje erin. Zo'n, ja. Maar toen dacht ik, dat is het net niet, het is net iets meer, het is een fruitcakeje. Maar wel met een sinaas. De sinaas komt weer wel heel sterk terug. Nee. Maar, ik ga hem nu helemaal verneuken. Dat is niet de bedoeling. Ken je die Jaffa cakes? Met zo'n oranje sinaas. Jaffa cakes, ja. Maar dan zonder de choco. Ja, nee, niet wat het zegt. Ja. Ja. Niet door Jaffa cakes. Hè? Ja, Jaffa cakes, ja. Ja. Ja, die hebben ze helemaal verneukt eigenlijk. Met turf. Ja. Ik moet het heel even kwijt. Jaffa cakes heb ik gewoon helemaal verneukt. Want vroeger kon je ze gewoon helemaal uit elkaar vullen. Ja, had je zo. Had je eerst de chocolade en de cake weg en had je dat geleidje nog. Maar dat gelei is nu slap en geworden. Ja, het is niet dat vaste schijf met die kunstmatige toevoegingen. Oh. Het is nu. Jammer. Ja. Ik weet wel wat ik morgen ga halen. Ja, ik niet, want ik heb sinds vanaf dat moment dat ze de andere gelei erin hebben, hebben ze geboycott. Ik heb ze niet meer gegeten. Of heb je gewoon een doos gehaald wat niet meer goed was? Nee. Nee. Terug. Maar dit is wat. Nee, maar meer is het niet. Nee. Dus. Ja, pak even Jaffa cake. Turf. That's it. Maar. Ik vind niet dat hij meer nodig heeft. Nee. Het is geen complexe whisky. Het is wel een smakelijke whisky. Het is een coole fles. Coole fles. Nee, niet. Wil ik het premium noemen, dat weet ik niet, Het is wel een goede whisky, maar ik vind premium wel heel hoog gegrepen. Het premium had ik net iets meer verwacht. Sowieso 6% alcohol meer. Ja, nee, oké. En een iets langere afdronk. Een iets lager dan de prijs. Ja, 30, 40 euro moet het ongeveer kosten. 30 euro, prima. 40 euro. Ja. Iets aan de hoge kant. Nee, ben ik het wel helemaal mee eens. De afdrong is trouwens simpel. Ja, en het is maar even. Ja, vrij snel weg. Voornamelijk zoet, beetje karamellig en rook. Ja, en dan komt dat kampvuurrook van de Speyside naar voren. Dat kleuren valt dan weg. Ja, een beetje, ja. Het is niet zo aanwezig als bij de neus nog te tellen. Dat is wel misschien wel een beetje houtskool-achtig. Ja, het is een beetje houtskool kampvuurrook. Rook. Ja. Ja. Ja, goed. Weet je, ik vind hem wel lekker. Het is lekker, maar het is geen hoofdvlieger. Nee, dat zeker niet. Maar hij is wel lekker. Ja. Maar goed, nu dat ik hem geproefd heb, 30 euro inderdaad, prima. 40 euro vind ik iets aan de hoge kant. Ja, dat is van de liefhebber dan. Dus mocht je hem voor 30 euro kunnen kopen, zet ik hem 7,5. Ja. 40 euro gaat hij wel omlaag. Maar. Ja, ik ga met je mee. 7,5. Goed. Maar ik had eigenlijk 7 willen zeggen, maar ik vind het zo'n leuke fles. Maar ik had het puntje erbij. Dat is ook wel zo. Ze hebben wel een best gedaan. Ja. Dus ja. Ik heb vaak een beetje gemengde gevoelens over als mensen te veel moeite van fles doen. Soms kan ik waarderen en soms zijn ze van, doe wat meer moeite voor de whisky. Ja. Maar
Ja, ik weet niet wat. Het les heeft wel iets. Ja, ja, ja. Want dan scoort hij toch wel een half punt extra. Daarom. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende mooie fles. Slaantje. Slaantje. Dat valt mee. Nee. Mooie fles. Als ik eerlijk mag zijn, dit is eigenlijk een fles waar ik gewoon zou kopen voor de fles. Ja, ja, daarom had ik hem ook in het lijstje staan. Maar hij is van Grant. Hm? Die is van een of ander merk. Ja, Sovereign Brands. Huh? Clientelic. Zegt de... Ja, volgens mij klopt dat niet. Ik vind het geen tegenval. Het is misschien omdat we de verwachting een beetje laag hadden gezet. Omdat jij de beetje Glentollig een beetje in je achterhoofd had. Ja, maar ja goed. Ik had trouwens je foto gepikt als profielfoto. Ik had het gezien, maar dat is toch prima. Jij bent het. Ja, dat scheelt. Dat was ook heel raar geweest, een foto van jou als mijn profielfoto. Ik vind hem al erg leuk. Dit is voor jou een pietje doordrinken. Dat zou dan niet lang, nee, dat blijft niet lang vol. En dat voor een, ik vind hem stevig gedurfd voor een niet 100% Isla. Ja. Dat is wel een vet fles. Ja.